Dames en heren, daar zijn we weer met een gloednieuwe Brawl Stars video. Allereerst wil ik jullie vragen om een duimpje omhoog te doen als je meer Brawl Stars wilt. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal en laten we er gelijk in duiken. Zoals jullie zien, ik ben veel en veel actiever geworden. Ik heb op dit moment 14 kleine dozen, zeg maar. 1 grote doos en hier ook nog een aantal dozen die ik kan openen. En dat gaan wij onder andere in deze video doen. Daarnaast ga ik ook eventjes jullie mijn plan laten zien waar ik nu een beetje mee bezig ben, zeg maar. Want ja, ik moet natuurlijk eventjes terugkomen in de game, maar het lukt al aardig. Allereerst laten we beginnen met de kleine dozen. Dat lijkt me wel super tof. Voor elke doos die we openen, 1 like. Dus elke doos is 1 like. Nee, dat kan natuurlijk niet. Je kunt maar max 1 like geven, maar dat maakt niet uit. In ieder geval, we gaan gewoon beginnen. Links onderin 14 kleine dozen. We klikken erop en there we go. De eerste doos. Oké, we gaan lekker snel doorheen, want anders duurt het wel extreem lang. Oké, dit is in principe prima. En even kijken, wat krijgen we hiervan? Oeh, we krijgen gems. Dat is natuurlijk ook niet verkeerd. En even kijken, krachtpunten, krachtpunten. Oh, verdubbelaar. Ook niet verkeerd. Holy damn. Oké, dat gaat eventjes duren hoor. Ik heb er zoveel, ik heb er zoveel. Oh, nice. 2 event tickets. Oké. En, oh, we krijgen een nieuwe. Ja, een nieuwe knocker. Oeh, super nice. Bibi. Ik ken deze eerlijk gezegd niet. Maar we gaan hem zo meteen wel even uitproberen. Oké, dan nog eentje. Hoppakee. En niks bijzonders. En hier ook niks bijzonders. Beetje goud. Is natuurlijk ook niet verkeerd. En oké, nog 5. Nee. En... oh, ja. Event ticket. Ook niet verkeerd. Ik hoop eigenlijk op nog een knokker. Dat zou wel heel erg chill zijn. Even kijken. Dit is de laatste. En... oké, nee. Valt mee. Maar... als het goed is, ik heb hier ook wat. Namelijk, hier kan ik ook een knokdoos openen. Ik noem het een mini-doos, maar het is natuurlijk een knokdoos. 70 muntjes. En kom op, een knokker. En nee, oké, geen knokker. Hier kan ik er wel eentje unlocken. Verzamel Jesse. Oké, we hebben dus Jesse. Hoppakee, ophalen. En hoppakee. Oh, dat is gewoon een kist natuurlijk, omdat ik Jesse al waarschijnlijk heb. Dus als je Jesse al hebt, zeg maar, als je de knok al hebt, dan krijg je volgens mij gewoon een kist. Oké, deze kunnen we verzamelen. We kunnen deze kunnen we ergens op activeren. Even kijken welke ik sterker wil maken. Sowieso Shelly. Met Shelly wil ik gewoon eventjes... oh nee, wacht. Deze, mijn El Primo. Of hoe zeg je het nou? Ik zag namelijk in de comments staan dat ik het verkeerd uitsprak. Ik zei namelijk El Primo. Maar is het El Primo? Of wat is het? Nou, in ieder geval, daar gaan we eventjes de krachtpunten aan geven. Dat vind ik namelijk wel even belangrijk. De grote doos, die kunnen we natuurlijk ook openen. Ja, we moeten wel, want we kunnen hier volgens mij niet op klikken. Nee, dat goud, daar kan ik niet op klikken. Dus we moeten wel overgaan naar de grote doos. Dat gaan we gewoon doen dus. Oeh, oké. Leuk, geinig. Voor Rosa, voor Rico. En 2 evenement ticket en... oké, dat is het. Ah, dat is eigenlijk wel jammer. Daar zat niet heel erg veel in, maar... we hebben nog een knokdoos. There we go. Jezus, dit lijkt wel een video waar ik alleen maar dozen open. Nou, oké, dat valt ook hoor mee. Want zometeen gaan we natuurlijk ook gameplay gewoon doen. Verzamel team evenementen. Oké. Hoppakee. Oké, chill. Kan ik er zometeen nog eentje doen? Nee, dat kan jammer genoeg niet. Als het goed is, kan ik nog meer hier doen. Verzamel. Die geef ik... aan wie geef ik deze? Ik geef hem aan Bibi. Aan Bibi, mijn nieuwe. Ja, ik doe dat gewoon. 50 muntjes, oké. Jeetje, ik kan zoveel. 10 evenement tickets. En als het goed is, deze heb ik al, krijg ik dus een chest. Een knokdoos bedoel ik. Ik ben nog half in het Engels aan het praten, terwijl ik eigenlijk gewoon in het Nederlands moet praten. In ieder geval, hier krijgen we muntjes, super chill. En, oh, wacht. Dat kan niet, want we moeten hoger komen in de trofeeën, zeg maar. Je kunt helemaal hierheen, helemaal hierheen. Ja, dat gaat nog echt heel erg lang duren, zoals jullie zien. Ik zit op dit moment volgens mij iets boven de 1000. Ja, 1009. Het gaat lekker, maar het gaat wel langzaam. Wat ik op dit moment probeer is namelijk al mijn knokkers eerst eventjes level 10 te halen. Zoals jullie zien, ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, 6 level 10. Terwijl ik gisteren nog maar volgens mij 2 level 10 had. Dus ik heb echt de hele nacht lopen spelen. En ik probeer gewoon elke knokker, zeg maar, op level 10 te brengen. Dat ga ik gewoon als eerste doen. Op die manier kon je volgens mij het snelste aan trofeeën. Maar stel, jullie hebben nog een handige manier. Laat het eventjes weten in de reacties. Ik ben namelijk heel erg benieuwd. Maar goed, jongens. Even kijken. Ik heb dus een nieuwe knokker. Die gaan we sowieso eventjes activeren. Het is namelijk Bibi. Hier zo. Die ga ik ook eventjes upgraden natuurlijk. Upgraden. Hoppakee, kan niet meer. Zo, Bibi. Ik ben benieuwd wat jij kan. Je hebt een knuppel in je handen. Waarschijnlijk ben je best wel sterk. Dus laten we gewoon eventjes... belegering,
Showdown. Ik moet zeggen, ik vind knokbal wel heel erg leuk. Dus laten we eerst eventjes knokbal doen. Dan gaan we na dit potje de laatste grote doos openen. Want die heb ik nog links onder in het scherm staan. Oké, we gaan gewoon starten. Zoeken naar spelers. Gaan natuurlijk super snel, wat super chill is. And there we go. Knokbal. Oh, ik heb deze zoveel gespeeld. Ik vind het zo geweldig, hè. Maar het ligt er natuurlijk ook een beetje aan welke je bent. Ik bedoel, deze... Is deze knokken wel heel goed hiervoor? Dat weet ik niet helemaal. Zoals ik zie... ik ben natuurlijk een short range. Dus ik moet heel erg dichtbij staan. Maar wat is dit? Oh, ik heb de bal vast. Oh, ik zag het helemaal niet. Het is wel een verschil. Ik speel nu niet meer op mijn mobiel. Ik speel op de iPad. Dus dat is sowieso chiller. En hopelijk kan ik hier scoren. Come on, come on, come on, come on, come on. En oh, bijna. Come on. Nee. Oké. Ik heb gefaald. Gefaald. Letterlijk goed verdedigd. Meer kan ik niet zeggen. Oké, nu komen hun eraan. Dan moeten wij echt snel zijn. Twee van ons zijn eraan. Oh, hij loopt helemaal om. Oké. Ik weet niet eens wat mijn special ability is. Ik heb geen idee. Oh, hij gaat scoren anders. Oh, bijna had hij gescoord. Nee, deze gaat scoren. Come on, snel. Oh, lekker hoor. Ik heb hem helemaal de andere kant op gedaan. Oké, even kijken waar de bal is. In het midden weer. Oké, dat is goed. Volgens mij zijn hun dood. Weet ik niet helemaal zeker. Ja, volgens mij waren hun net dood. En, hoppakee, ik ga vol in de attack. Oh, dat is best wel nice. Moet ik zeggen. Oeh, ik kan hem helemaal ergens heen yeeten. Volgens mij gaan we bijna scoren zelfs. Weet ik niet helemaal zeker. Wat is dit dan? Wow, dit is een soort van bel die heel veel damage doet. Oké, super chill. Weet ik dat ook weer. En daar is die. Oh, ging die net stoppen, hè? Die bastard. Maar kijk die bel. Die gaat de hele tijd heen en weer. Volgens mij doet die behoorlijke damage. Tenminste wat ik net zag. Oké, snel. We hebben nog iets meer dan een minuut. Oeh, hier is die. Ik schiet hem eventjes naar links. Anders wordt het te gevaarlijk. En ik wacht eventjes. Oh, chips. Zij hebben de bal. Hij komt zo meteen hierheen. Oh nee, ik word afgemaakt denk ik. Oh, ik moet snel naar het midden toe. Oké, gelukkig. Hij gaat niet richting het midden. Oh, dan gaat hij nu wel proberen. Hij gaat scoren. Oeh, waar is hij? Hij is linksbovenin. Oké, daar ga ik snel heen. En, oh kijk dan, hij probeert mij te volgen. Maar dat lukt niet. En, hoppa, weg jij. Oké, ik ben dood. Maar dat maakt niet uit. Hij is nu helemaal linksbovenin. In ieder geval niet bij onze goal. Net was het heel erg close. Ging hij bijna scoren. Oké, snel naar naartoe. Nog 26 seconden. We moeten hem echt blokkeren, guys. We moeten hem blokkeren. Nu of nooit. Het is nu of nooit. Come on. Oeh, ik heb hem net op tijd weg kunnen doen. Oké. Snel. Als mijn teammaten snel naar een goal toe kunnen, dat zou perfect zijn. Als wij nu nog kunnen scoren, hoe perfect zou dat zijn? Maar als hun scoren, dat kan natuurlijk ook. Oh nee. Hoppakee. Come on. Ik kan nu scoren, denk ik. Come on. En... Oeh, op de lijn ligt hij. Nu dan. Oh, jeetje, man. Dit slaat nergens op. Dit slaat helemaal nergens op. Dit is zo spannend. Oh nee. En, come on. Oké, ik ben dood. Maar ik heb ook iemand van hun dood. En ik hoop nu dat mijn teammates iets kunnen doen. Volgens mij gaan ze dat doen. Oh, nee, hun gaan scoren. Dit is heel erg slecht. Mijn teammate heeft hem. Dit is perfect. Maar die heeft ook 26 HP. Oké, ik probeer hem gewoon af te maken. En mijn teammate kan het doen. Come on. Nee. Oké, ik ben dood. Maar mijn teammate heeft hem weer. Nog 17 seconden en anders wordt het gewoon gelijk. Dit is zo'n spannende pot, hè. Come on. Snel in het veld. En daar is de bal. Snel. En nice. Hij is weer weg, de bal. Oké, dat is goed. En hoppa, deze ook afgemaakt. En ik ben ook af. Maar ik heb er 2 afgemaakt van hun. En als het goed is, het spel is afgelopen. Oké. Jammer. Dit was gewoon een gelijk spel, joh. Oké, maar ik moet zeggen, deze knokker is niet perfect voor deze game modus. Ik ga denk ik eventjes een andere proberen. Dus ik sluit hem en we gaan naar een andere knok toe. En we selecteren eventjes. Welke had ik toen dus straks? Welke was heel erg goed? Volgens mij was Colt echt heel erg goed. Ja, deze is echt heel erg goed hiervoor. Oké, deze selecteren we gewoon eventjes. Maar ik had jullie natuurlijk ook beloofd dat we de grote doos gingen openen. Of de middelgrote. Hoe heet deze eigenlijk? Dit is de... Oh, daar zit geen naampje bij. In ieder geval... We krijgen muntjes, krachtpunten. Oké, krachtpunten. Nog een keer krachtpunten. En wat krijgen we? En geen bonus. Oké, dat is jammer. Maar goed, krachtpunten is natuurlijk ook niet verkeerd. Die heb je gewoon nodig natuurlijk. Oké, we gaan dus nog een keer knokbal doen. Spelen. Hoppakee. En daarna ga ik nog iets laten zien. Namelijk, dat was ik een klein beetje vergeten. Namelijk, er is vandaag een update erin gekomen. Dus ik laat eventjes jullie zien wat er ongeveer is veranderd. Namelijk rond... hoe laat was het? In de ochtend volgens mij was het downtime.
En toen hebben ze een aantal dingen gefixt volgens mij. Wat balance changes en zo. Maar dat laat ik zo meteen wel eventjes zien. Maar zoals jullie zien, ik kan op afstand kan ik behoorlijke damage doen. En nu hebben we iedereen afgemaakt. En ik kan denk ik scoren. Ik ga hem scoren. Hoppakee. Ik heb de bal helemaal naar een goal toe geschoten. En nee, iemand heeft hem tegengehouden. Meen je dat nou? Wauw, oké. GG's. GG's. Oh, hier is de bal. Ja hoor, ik wist het. Ik wist dat hij daar ging campen. En ja hoor, lekker hoor. Oh nee. Ik word ingesloten. Ik word denk ik ingesloten. Ik word afgemaakt, denk ik. Nee, hun hebben hem. Wauw. Oké, nou dan doe ik lekkere damage op hun. Vind ik ook prima. Maar hij ook op mij. Hij ook op mij. Oh, ik word zo hard afgemaakt nu. Ik word zo hard afgemaakt, denk ik. De bal is helemaal aan de andere kant. Oké, we moeten echt opletten nu. Ik ben afgemaakt, maar dat maakt niet uit. Dat maakt in principe niet uit. 3, 2, 1. Ik ben over 1 seconde weer terug. Oh, damn. Dit wordt wel heel erg spannend trouwens. Het maakt wel uit. Het maakt wel uit. Hij is hier helemaal linksboven. Come on. Volg hem, jongens. Volg hem. En maak hem af. Hoppa. Lekkere damage kunnen doen. Hij dasht de hele tijd. Super irritant is dat. Waar is de bal gebleven? De bal is helemaal bij een goal. We hebben gewoon gescoord. Ik zag het niet eens. Oké, maar super chill. We staan nu met 1-0 voor. We moeten tot de 2. Dus hopelijk gaan we dat redden. En hun hebben de bal. En die moet hem tegenhouden, denk ik. En oké, gelukkig. We hebben hem nu. Echt waar, diegene die dash, zeg maar, die we nu ook links in het scherm zien. Die is zo goed, hè, die de bal nu heeft. Die is echt niet normaal goed. Oké, ik ga gewoon een special ability doen. Oh, kijk mijn damage. Oei. En ik ga nu scoren, let op. Hoppakee. En ho, damn. Dat was een easy game, hoor. Lekker gespeeld. Oké. Ik ben niet een sterspeler, wat ik gek vond. Ik bedoel, die damage was wel lekker, toch? In ieder geval, we gaan wel weer in XP en in trofeeën omhoog. We krijgen weer heel veel puntjes om chesten te kunnen openen. Even kijken of we er eentje kunnen openen. Volgens mij wel. We krijgen er namelijk genoeg bij. Ja hoor, we kunnen deze weer openen. En muntjes, krachtpunten. En edelstenen als bonus item. Wat natuurlijk niet verkeerd is. Super chill. Maar goed, ik ging jullie eventjes laten zien wat er is veranderd. Moeten we eventjes naar nieuws gaan. En moeten we eventjes naar balance changes gaan. En hier zien jullie wat er is veranderd. En voor een aantal knokkers is zeg maar iets veranderd, zeg maar. Alles is wel in het Engels. Ik weet eerlijk gezegd niet wat er precies is veranderd. Komt omdat ik dat game nog niet super lang, zeg maar, actief speel. Maar in ieder geval, nu kun je in ieder geval weten wat er is veranderd. Je ziet het namelijk in het beeld staan. Dan nog eventjes over de clan. Als het goed is, gaat de clan gaat open. Namelijk onze club. Ja, zoals jullie zien, dit is onze club-ID, zeg maar. Hashtag 2PVC80. En ja, de naam is te veel gevraagd. We zitten nu met 3 man erin. Signal, dat is volgens mij ook iemand die onze Clash Royale clan moderaat. Dus Signal, die gaat als het goed is alles een beetje, onder controle houden, zeg maar. En ja, we zetten waarschijnlijk de clan gewoon open op een x-aantal trofeeën of op uitnodiging. In ieder geval, ik zou zeggen, zoek onze clan op en ja, wie weet word je vanavond of anders morgen geaccepteerd. Dames en heren, dit was het einde van de video. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze nieuwe Brawl Stars video. Vinden jullie dit super tof? Laat dat dan natuurlijk eventjes weten met een duimpje omhoog. Dat zou super gewaardeerd worden. Abonneren kan natuurlijk ook op ons kanaal. En je kunt ons supporten in de itemshop met code. Dat hoort bij Fortnite. Maar oké. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Peace out.